Bij Café Le Baroc aan het Middellandplein in Rotterdam doen ze op vrijdag 10 februari een vreemde ontdekking. Nou, op 10 februari kwam de eigenaar bij zijn café aan en toen bleken er gaten in het raam te zitten. Er was op geschoten. Nou, uit onderzoek blijkt dat er die nacht ervoor, de 9e, om 2:30 door iemand op is geschoten. Maar dat was niet de eerste keer. Die donderdag, de 8 februari, om 3:00 s'nachts is er ook op het café geschoten. En van die eerste keer zijn deze beelden. De schutter heeft zijn vuurwapen in plastic gewikkeld. Nou, we hopen dat de kijkers ons kunnen helpen, want we hebben een verdachte op camerabeeld. Dat is wel de verdachte van de nacht van 8 februari. Mogelijk is het dezelfde van die dag daarna. Hij heeft donkere kleding aan, een capuchon, niet heel goed herkenbaar, maar we hebben bewegend beeld. Dus misschien herkent iemand iets aan zijn manier van lopen of bewegen. Hij heeft een vuurwapen in zijn hand, daar zit een soort van tasje plastic omheen. Misschien is dat ook iemand opgevallen. Al die informatie hopen we heel gauw te krijgen. Wie schiet hier op woensdagmorgen 8 februari op Café Le Baroc op het Middellandplein in Rotterdam? Neem contact op.